Goedendag, mevrouw Romans. U bent dus burgemeester van Hoogstraten. Ik wou gewoon eens weten, ik denk dat er ook een Ahmadiyya-gemeenschap is in uw gemeente. Hoe dragen de Ahmadiyya's bij tot eigenlijk de welvaart van de maatschappij? Nu, het is inderdaad heel fijn om toch wel vast te stellen dat de Ahmadiyya-gemeenschap zelf op een heel goede manier ook in Hoogstraten zich wil integreren en contacten wil leggen met mensen. En de meest opvallende actie is onder andere het feit dat zij op 1 januari eigenlijk naar de gemeenschap een actie willen doen en dus eigenlijk onze straten ook mee proper maken na het feestvuurwerk wat vaak in het straten gebeurt. Maar op die manier leg je toch wel een contact, kom je ook wel een stukje in beeld en kan de boodschap eigenlijk ook wel meegegeven worden dat wat betreft moslimgemeenschappen en het hele verhaal rond wat vandaag toch wel speelt rond extremisme en hoe wordt er omgegaan en geleefd binnen zo'n gemeenschap. Wat het gevoel bij ons burgers nogal vaak is dat gesloten is, wordt dat eigenlijk een stukje opengebroken. En ik denk dat dat toch wel heel belangrijk is om die boodschap te vertellen en ook kenbaar te maken en mensen ook op een betere manier mee in contact te brengen. Omdat vaak toch wel anders eerder naast elkaar levende gemeenschappen zijn. En dat vind ik het mooie aan de Ahmadiyya, dat zij echt dat contact proberen op te zoeken. En ook hun boodschap van liefde voor iedereen, samenleven met iedereen, maar uit respect voor elkaars religie, dat eigenlijk ook een heel belangrijke boodschap is. Ja. Hartelijk dank voor uw interventie. En laten we hopen dat we inderdaad nog veel samen kunnen werken met uw mensen en de leden van de Ahmadiyya-gemeenschap. Hartelijk dank.